Leuk vissenmens, leuk dat je even kijkt. Ik ga een weeklegging doen voor de eerste week van januari 2018. En ik wens jullie natuurlijk allemaal nog een heel super mooi jaar. Het is altijd leuk om het jaar weer opnieuw te beginnen. Ik ga voor jullie de weeklegging doen om te kijken wat de eerste week van januari 2018 voor de vis gaat brengen. En de kaarten die ik daarvoor trek, dat zijn de volgende. De eerste is de 7 van bekers, de keizerin en de ridder van staven. Het lijkt, beste vis, alsof je even wat getwijfeld hebt wat je nou eigenlijk de afgelopen periode hebt gedaan. Het lijkt alsof je ontzettend veel plannen hebt gehad, maar er niet echt allemaal aan toegekomen bent. En dat komt vaak ook omdat je te veel hebt willen doen. Het lijkt alsof je nu meer gaat richten op iets wat je succesvol kan maken. En in ieder geval iets wat gaat groeien en gaat bloeien. Dus je lijkt je doel gevonden te hebben. En beste vis, die ridder van staven zegt ook dat je er helemaal voor gaat. He, je hebt je doel gevonden en je gaat erop af. Je gaat zorgen dat het allemaal goed in orde komt. En dat gaat je ook lukken. Het lijkt een hele productieve week te worden, waarin je ook echt gelukkig wordt van je eigen resultaten. Nou, ik hoop graag dat je het leuk gevonden hebt. En ik hoor ook graag wat je ervan gevonden hebt. En ik zie je natuurlijk graag ook volgende week weer terug. Dag leuke vis!